Met de steeds maar stijgende pensioenleeftijd is het wel zo handig dat je een klein beetje een job kiest die bij je past. Maar hoe weet je dat nou eigenlijk als je het nog nooit hebt gedaan? Geen stress, ik ga alles voor jullie uittesten en vandaag ga ik aan de slag als beveiliger bij Intelligent Security. Dat proberen doet Puk altijd in 3 stappen. We beginnen simpel. Deze keer mag ze gaan fouilleren. Daarna gemiddeld, crowdmanagen en surveilleren. En als final test de touwtjes in handen nemen in de controlekamer. Alleen dreigt het daar onverwacht uit de hand te lopen. En vervolgens zitten we hier te chillen. Komt hij aan, trekt hij alles omver omdat hij zijn schoen kwijt is. Dit klinkt allemaal hartstikke gezellig. Kunnen we aan de slag, Puk? Ja, nou, ik denk dat ik klaar voor ben. Wat gaan we eigenlijk allemaal doen? Kijk, ik had begrepen, jij wilt beginnen bij de entree. Ja. Vervolgens ga je meedraaien op een vaste positie. Mm-hmm. En daarna meedraaien in het interventieteam. Het zijn een beetje de standaard werkzaamheden van een beveiliger op een festival. En wat is jouw lievelingstaak? Dan denk ik dat ik ondersteuning van de interventieteams het leukste vind. Oké. Dat is echt rondlopen en het de-escalerend werken en dat soort dingen. De-escalerend werken, ja. Ik ken alleen escalerend. De-escalerend werken betekent dat jij ingrijpt op het moment dat je ziet dat mensen frustratie naar elkaar hebben of dat soort dingen. Oh, vechtersbaasje dus. Nee, juist niet. Oh, ik begrijp het. Moet je voorkomen, toch? Ja, oké. Okay. Maar houd wel van een beetje spanning. Ja, dat hoort erbij. Nou, ik ook, dus neem me mee. Netjes, kom. Laten we gaan naar de entree. Ja. Wat een drukte, jongens. Wij vragen altijd netjes even aan de mensen of we ze mogen fouilleren. In principe zijn ze verplicht om zich te laten fouilleren, anders kunnen wij ze weigeren van het festivalterrein. En waar zoek je dan precies naar? Wij zoeken hier voornamelijk naar drugs en wapens. Ja, drugs kunnen ze op allerlei manieren verstoppen. Dus het hoofddoel bij zo'n fouillering is ook echt wel op wapens. Maar eigenlijk, hè, niet dat ik zelf heel veel doe, maar drugs krijg je natuurlijk eigenlijk heel makkelijk mee naar binnen. Weten jullie dat? Of? Ja, daar zijn we natuurlijk van op de hoogte. We kunnen het nooit 100% tegen gaan. We proberen het, maar dat gaat gewoon niet. Ja, want iedereen doet altijd zijn onderbroek, toch? Zeggen ze altijd. Ja, en daar ga ik mijn handen in zitten. Nee, hier, kijk, daar heb je het al. Nou, ik wel. Volgens mij ook niet, hè? Oh. We hebben de bevoegdheid niet naar. Nee, heb je dan niet ooit als je echt een supermooie man ziet dat je denkt, oh. Nee, ja, misschien denk je het, maar je kan het echt niet maken. Oh, oké. Okay. Zo, nou, genoeg gekletst. Tijd om je handen uit de mouwen te steken en in andermans mouwen of zo. Ik heb alleen naast niet mee naar binnen. Ik heb mijn mouwen van me. Oh, die wil ik wel opeten, hoor. Kijk, nou, ik heb dus nu al naar mijn zin, hè. Ik ben 1 minuut begonnen. Maar ik heb te pakken. Ja. Dat is wel weer genoeg voor vandaag. Stel niet veel voor. Nee, ik stel dit. Van boven naar beneden. Mag ik jou fouilleren? Ja hoor, dat mag. Oh, dat heb jij mooie blauwe ogen, zeg. Jeetje. Ik ga gelijk in mijn pleziermodus. Ja, ik kan het zeggen. Ik word hier ook gezien. Oh, sorry. Ik ging veel te snel, dus de harten van stapel. Nee. Ja, ik. Een shirtje? Een tas even neerzetten. Een kalm of een klein shirtje? Nog een shirtje. Heb je een geneugd, dus 6 levens bij je? Nee. Oké, dan mag ik je voor je hebben? Sorry, ik ga gelijk aan de slag. Ik voel mezelf wel een klein beetje ongemakkelijk af en toe. Ja, dus je moet er echt even aan wennen. Het is natuurlijk heel persoonlijk, hè? Ja. Mensen vinden het ook heel persoonlijk. Je zit echt aan iemand, je staat in onze comfortzone. Ja. En probeer het altijd een beetje met een grapje op te lossen, dat het niet zo awkward wordt. Ja. En mijn grapjes, die maakt het eigenlijk alleen maar ongemakkelijk. Terwijl het festivalterrein al lekker vol loopt, mag Puk door naar stap 2. Ze mag gaan crowdmanagen. Gaan dadelijk daarheen. Als jij daar bent, kunnen wij elkaar niet meer verstaan. Oké. Okay. De boxen staan echt daarheen gericht. Oké. Dus op het moment dat wij daar zijn, kunnen we elkaar gewoon bijna niet meer verstaan. Wat je moet weten, het belangrijkste van die positie is dat je goed het publiek in kijkt. Ja. Je kijkt gewoon echt hoe het publiek zich vormt, hoe het zich draagt. En belangrijk is ook dat je kijkt naar mensen die op veld en dat soort dingen. Oh ja. We staan daar echt om alles te signaleren en door te geven naar onze centrale posten, dat wij dan kunnen anticiperen. En vooral ook een beetje genieten van de muziek. Ja, niet echt serieus genomen. Ja, dat kan
helemaal KO. Ja, dat hebben we al gehoord. Oh, nee, kennen nu net. Dankjewel. Waar ligt hij? Links of rechts? Kom maar mee, let op daarna. Als wij zo bij een EHBO-geval zijn, dan zorgen we als het veiliger altijd voor dat we een beetje kunnen afschermen. Ja. Dat er niet te veel mensen op en omheen zitten. Zeg maar. Oh, ja. Hey, ik weet wel dat dit niet mijn favoriete deeltje is van de dag. Ja, maar wat is er, wat was er gebeurd met deze jongen? Ja, deze jongen had duidelijk gewoon net iets te veel drugs gebruikt. Waarschijnlijk ook een combinatie van verschillende middelen. En misschien wist hij niet eens wat hij heeft gepakt. En dan krijg je dit soort effecten. Hij reageerde ook echt niet op pijnprikkels en dat soort dingen. En dat is vaak het moment dat we overgaan om jongens, dames, naar de EHBO-post te brengen. En daar te laten behandelen. Ik merk dat ik dit stukje van het werk iets minder vind. Maar ervaar jij dat niet meer als heftig? Nee, het hoort bij ons werk. Hè. Het is niet, wij zijn hier voor de veiligheid, maar ook een stukje dienstverlening. En EHBO-gevallen horen er gewoon bij. Ja, in welke graad dan ook. Ja. Nou, hij beweegt in ieder geval nu al iets meer, zag ik. Maar het was wel iets meer dan een splinter dan dat ik dacht. Dus, ja, het was geen splintertje, nee. Oké, zullen we nou weer iets vrolijkers doen? Iets leuks doen? Ja, iets leuks. Laten we iets leuks gaan doen. Ja. Als jij tegen die dames vertelt dat ze eraf moeten, heb jij een goede taak gedaan vandaag. Echt? Mag ik dat niet? Nou, vandaag even niet. Echt niet? Goeie opdracht voor jou. Oh, maar die zijn lekker zweertje aan het bouwen. Oké, daar ga ik. Oh, dat vind ik stiller. Dames! Jullie moeten naar beneden. Come down! Jump. Yay! Sorry, it was low. It's okay. We lost our friend, so they can see. Oh, we are trying. Smart. Die links hebben wij de melding staan die binnenkomen vanuit de brandweerpolitie, dan wel ambulance. Verder hebben wij hiernaast de politie zitten, daar hebben we contact mee. We hebben al het contact met de vaste posten, met de interventieteams en alle coördinatoren. Mm-hmm. Hiermee hebben we contact met de veiligheidscoördinator van het evenement. Dus we hebben heel veel partijen die allemaal meeluisteren. Wow. En er zijn ook heel veel partijen actief. Oh, word jij niet helemaal gek? Ja, maar gelukkig zijn heel veel mensen ook wel enigszins opgeleid en die weten hoe het werkt. Ja. Dus iedereen zegt ook alleen maar iets als er iets nodig is. Of geen tijd voor dirty talk. Nee, je bent niet alleen maar aan het als moppen aan het trappen. Ja, oké. Okay. Dat nou, zou niet werken. Ja, we worden ook ingehuurd, een beetje professioneel. Hè? Ja. Nou, trek maar in en zeg maar geef bericht. Geef bericht. Ja, we zijn bij de Papa 6, wees nagedragen. Ik ga even kijken. Ik denk dat ik van pas, maar toch niet. Er zit iemand op de grond, dus. Er zit iemand volgens mij niet lekker te gaan of zo. Of hij is gewoon ongelukkig, een van de twee. Even wat dichterbij. Auw, ik ben zo onhandig. Je hebt wel eens, als ze heel veel drugs gebruiken, krijgen ze heel vaak een bad trip. En bij bepaalde drugsvormen hebben ze dan de illusie dat ze gevolgd worden en aangevallen worden. En precies deze jonge man heeft daar last van. Als dan acht van die security mensen ineens over de hek springen, zou ik ook wel bang zijn. Ja. Hij is je schoen kwijt. Liever niet. Ik heb geen schoen gezien. Nou, we waren dus net na het gevalletje waar de jongen dacht dat hij achtervolgd werd en doodgemaakt werd. Nou goed, het was helemaal onder controle.
En iedereen, hij was lekker aan bijkomen, het was helemaal goed. Totdat hij dus zijn schoen kwijt was. En echt dacht dat hij in de cameratas van ons zat. Dus hij trekt die hele cameratas overhoop. En nu ligt hij in de houtgreep door 8 man. Oh man, wat doen die mensen zichzelf aan? Het is wel afwisselend deze job. Daar kan je niks van zeggen. Oh, ik krijg echt een beetje slappe lach, sorry hoor. Maar deze jongen die is echt... Ah, sorry. Hij heeft, weet je wat het is? Hij is op zich best grappig. Want hij heeft, je hebt het wel met hem te doen omdat hij zijn schoen kwijt is. Maar daarna, ja, nu is hij niet meer zo grappig. En nu ligt hij in de uitgang. Hoe ben je dat ik het heb gedaan? Je hebt het heel goed gedaan. Ja? Ja, ik vind van wel. En wat was er dan zo goed? Ja, je was heel erg... je bent niet bang om mensen aan te spreken. En ik denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is van ons vak. Je moet durven om mensen aan te spreken en op een goede manier. Je komt leuk over, je bent spontaan. Ik denk dat je zo bij ons kan komen werken. Ja? Ja. Zou je me aannemen? Ja, zeker. En ook op mijn muscles? Ook op je muscles. Ja? Absoluut. Hoe voel je er zelf van? Ja, ik vond het heel leuk. Ik vind het vooral leuk dat het zo afwisselend is. Dat je constant... ja, het is een soort van... Nou, niet dat we hele heftige dingen hebben gezien, maar een beetje adrenaline rush. Dat je de hele tijd wordt opgepiept, dan moet je weer daarin, dan moet je weer daarin. Ja, dat, ik hou van afwisseling. Dus dat... Dat komt hier wel goed. Ja, vind ik leuk. Ja, het onderdeeltje van een soort van EHBO, dat is niet echt helemaal mijn ding, denk ik. Maar... Nee? Ja, hoort erbij ook, hè? Ja, maar ja, dat houdt wel spannend. Misschien moet ik er gewoon even aan wennen. Bij beveiligingsmensen en ik weet niet echt waarom, maar ik vond het een beetje vechtersbaasjes. Nou, vandaag ben ik daar echt totaal van teruggekomen, want wat zijn deze mensen echt chill gewoon. Het was één heftige groep en ze staan er echt puur voor je eigen veiligheid en ja, ik vond het top. Het fouilleren, ja, dat had ik helemaal in de vingers, daar ben ik wel gewend. Het managen van de porto's, nou daar was ik niet zo goed in. Dat was echt veel te veel voor mijn hoofd en daar kreeg ik echt kortsluiting van. Maar het crown managen, dat vond ik wel vet. Dat was echt de uitdaging om jou onder controle te houden. Ik heb een hele spannende dag gehad en wil jij nou ook zo'n spannende job? Kijk dan even bij Intelligent Security, bij de vacatures en schrijf even lekker. Echt een leuk team. Mij zie je volgende maand weer met een totaal andere job. En ik ga even bijkomen van al deze prikkelingen.